Half september is het grootste deel van het land bevrijd. De Belgen leven in een roes. Net als 4 jaar geleden trekken de Duitsers in kolonnen door de straten. Maar nu zijn ze verslagen en onderweg naar een krijgsgevangenenkamp. Zonder overheid, Duits of Belgisch, vallen alle remmen weg. Alles wat niet te heet of te zwaar is, wordt mee naar huis gesleept. Eindelijk kan je ook je radio terughalen. Tijdens de oorlog moesten die ingeleverd worden. Langs de kant van de straat ligt het kadaver van een paard. De mensen verdringen elkaar voor een brok paardenvlees. De septemberdagen van 1944 zijn natuurlijk ook de gloriedagen van het verzet. Er zijn overigens opvallend meer verzetslui nu dan in volle oorlog. Succes bij de vrouwen gegarandeerd. Al is het heldendom natuurlijk niet helemaal zonder risico. Dit is ook de tijd van de vergelding. Zwarten worden in ganzenpas door de straten gejaagd. Het is tijd voor de afrekening met echte en vermeende collaborateurs. Of gewoon voor persoonlijke afrekeningen, met lastige buren of zo. Wie samengewerkt heeft met de Duitsers wordt voor de camera die 20e eeuwse schandpaal geduwd. Jarenlang hebben deze mensen van hun leiders gehoord dat ze tot de elite van ons volk behoorden. Nu eindigen ze in de kooien van de Antwerpse dierentuin. Daar zitten ook al Duitse krijgsgevangenen. Bijna 400.000 Belgen zullen later vervolgd worden. Een kleine 100.000 wordt ook veroordeeld of raakt zijn burgerrechten kwijt. Maar de ergste straf is die van de straat.